De linde is historisch een sterk symbool. In de middeleeuwen werd hier recht gesproken en werden er vonnissen geveld. Er werd gedanst, gedronken en bemind. Het lindeblad was het symbool van de vrije grondbezitter. En dus niet toevallig kreeg dit domein de naam Terlinden. Het veroverde een prominente plaats in de geschiedenis van Edegem. Al in de 14e eeuw was er sprake van het goed. Op deze locatie stond een stenen omwalling en een verdedigbare burcht. Door de eeuwen heen werd het echter zo belegerd en bezet dat er in 1770 niets anders op zat dan ze af te breken. Uit de restanten herrees er 3 jaar later een nieuw klassicistisch kasteel met een unieke dubbele lindendreef. Vandaag staat ze nog steeds bekend als een van de mooiste van het land. Vanuit dit kasteel werd halverwege de 19e eeuw het verzet geleid tegen de krijgsdienstbaarheden en de onteigeningen voor de bouw van het militair domein Fort 5. Halverwege de 19e eeuw stond baron Adolphe Dubois d'Esche mee aan de wieg van de fanfare Sint-Rosalia, genoemd naar zijn echtgenote en patrones Rosalia Dubois Villain. De Harmonie Sint-Cecilia, thans het Edegems Harmonieorkest, werd hier boven de doopvont gehouden. De Sint-Sebastiaansgilde is gevestigd op dit domein en viert dit jaar zijn 500-jarig bestaan. De bewoners van Terlinde kwamen ook maatschappelijk uit de hoek. Dat bewees Maria Carolina Dubois d'Esche, die in 1845 een privéschool en een godsgasthuis oprichtte naast het kasteel. Zij nodigde de zusters Annonciade van Veltem uit om beide initiatieven concrete vorm te geven. De school kennen we vandaag in Edegem nog steeds als de Vrije Lagere School De Link in de Patronaatstraat. Het godsgasthuis groeide uit tot het huidige woonzorgcentrum Immaculata. Hof Terlinde is meer dan 7 eeuwen oud. 2 grote families overheersten de geschiedenis als eigenaars. De eerste waren de machtige Berthouts. Deze waren vanaf het prille begin rond 1277 tot 1656 eigenaar van Terlinde en meestal ook heer van Edegem. Vanaf 1663 was de familie de Roes-Dalkemade eigenaar van het domein. Na het overlijden van barones Jacqueline Ruzet in 2008 behoorde het toe aan de 4 erfgenamen van familie de Roes-Dalkemade Oem de Moezenbroek en Ruzette. Zij droegen het in 2012 over aan de overheid. Vandaag realiseren we in Edegem een oude droom. Een publiek park creëren dat zowel dit kasteeldomein Hof Terlinde als het domein Fort 5 zou omvatten. Al in de jaren 70 werd dit domein als parkgebied beschermd. 30 jaar geleden kocht Edegem het militair domein Fort 5 aan. Vandaag volgt het sluitstuk, de verwerving van Hof Terlinde. Na het overlijden van de barones kwam het domein in 2008 te koop te staan. Er volgde een periode van 3 jaar moeilijke onderhandelingen. Vele kwamen, maar vele gingen. Sommigen dachten aan het bouwen van een hotel, anderen dachten aan seniorenwoningen. Dan kwam er ook nog die moeilijke discussie rond het bloemen-, planten- en kunstenpark. Toen dat niet mogelijk bleek, rees de vraag, wat nu? Begin 2011 nam ik de bedelstaf terug ter hand en trok naar Joke Schouwvliegen en naar het provinciebestuur. Langzaam maar zeker groeide de consensus om dit domein in onverdeeldheid aan te kopen. Op 23 december vorig jaar bereikten we een akkoord. Op 1 maart konden we de akte ondertekenen. Het gemeentebestuur van Edegem, Kempis Landschap VZW, het agentschap Natuur en Bos en de familie de Roes-Dalkemade bereikten een akkoord over de verwerving van het volledige kasteeldomein. Voor de provincie Antwerpen is het enorm belangrijk dat er veel groene ruimte is in onze provincie. Daarom willen wij graag met het agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Edegem dit domein Hof Terlinde toegankelijk maken. Niet enkel voor Edegem, maar voor de hele regio. Het is een parel in de groendomeinen van onze provincie. Kempis Landschap had als unieke landschapsvereniging reeds 3 jaar geleden interesse in de veiligstelling van Hof Terlinde in Edegem. Voor ons was het de combinatie van natuur, open ruimte, erfgoed en zachte recreatie die dit zeer aantrekkelijk maakte. Het was een dossier op maat van Kempis Landschap. We zijn vandaag dan ook zeer verheugd onze expertise, opgedaan in tal van andere landgoeddossiers, te kunnen inbrengen.
net als ons enthousiasme. Kempis Landschap is er alvast klaar voor. Dit gebied is voor het Agentschap voor Natuur en Bos een belangrijk puzzelstukje bij het realiseren van het Groen Stedengewest. Het past dan ook perfect in onze strategische doelstelling Groen in de Stad. We hebben dit gebied verworven niet enkel omwille van de zeer prominent aanwezige natuurwaarden, maar ook en vooral omwille van de unieke ligging. Het gebied is namelijk gelegen in de zeer verstedelijkte zuidelijke rand van Antwerpen en wij zijn dan ook heel blij dat we dit gebied kunnen aanbieden en openstellen voor de inwoners van die zuidelijke rand en van de gemeente Edegem. Dit kasteeldomein heeft een enorm potentieel. Zeker omdat we het kunnen verbinden met Fort Vijf. In het hart van de gemeente ontstaat er een publiek park van meer dan 90 hectare. Heel wat mogelijkheden zijn er op vlak van kunst, cultuur, sport en recreatie. En er is natuurlijk het belang van de natuur. Maar voor het zover is, wacht ons nog een hele periode van visievorming, herstel en restauratie. Maar ik ben ervan overtuigd, Hof ter Linde krijgt een schitterende toekomst. Om voor het hele project Hof ter Linde een visie te kunnen vastleggen, starten we met de opmaak van een masterplan en de nodige beheerplannen. Elke partner zal hierin zijn steentje bijdragen. Dat het dossier Hof ter Linde er één zal worden om u tegen te zeggen, is duidelijk. Voor de gemeente, de provincie Antwerpen, de VZW Kempis Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos is de verwerving van het kasteeldomein een belangrijke mijlpaal en een heugelijk moment. Maar het grote werk moet nu nog beginnen.